van september de rijksbegroting openbaar gemaakt door de regering. Samen met de miljoenennota en de troonrede natuurlijk van de koning. Die rijksbegroting wordt erg uitgebreid behandeld door de media. Mensen krijgen er best wat van mee. Maar wat veel mensen eigenlijk niet weten, is dat die nog aangepast kan worden. Dat kan gebeuren door Tweede Kamerleden die amendementen indienen. En als de meerderheid voorstemt, dan wordt de rijksbegroting dus aangepast. En dat kan eigenlijk totdat het nieuwe jaar echt begint. Dan heeft het aanpassen van de begroting natuurlijk heel veel zin meer. En dus dachten wij, we pakken de Tweede Kamer API voor amendementen. We pakken de begrotings API voor de begrotingsinformatie. Die smeden wij samen en we maken Big Begroot. Wat je in Big Begroot dus kunt zien is per hoofdstuk in de rijksbegroting, zijn 25 hoofdstukken. Links hoeveel, wat de begroting was toen de regering op Prinsjesdag de begroting publiceerde. En rechts wat de begroting was nadat al met de mensen zijn ingediend en zijn geaccepteerd, zijn aangenomen. En als je dan klikt op zo'n hoofdstuk, dan zie je hier alle amendementen. Je kunt zien of de mutatie omhoog naar beneden was en je kunt het bedrag zien. Als je op zo'n amendement klikt, dan wordt er een PDF geopend waarin je verder toelichting kunt zien. En dat hebben wij gemaakt. Je kunt het ook nog uitbreiden. Je kunt bijvoorbeeld stemgedrag van politici tonen, zodat je weet dat mensen stemmen volgens hun partijprogramma. En dat is Big Begroot. Dankjewel. Was het alles? Ja, ja. Ja, nou is het. Het probleem is, dat zie je ook bij jou hier in die bar charts. Ja. Is dat we maar heel weinig amenderen. Ja, maar heel weinig. Dus wat schieten mensen er dan mee op om dan heel veel meer van die amendementen te weten? Nou ja, als je kijkt naar de bedragen, dan zijn het geen significante bedragen op zich. En verder zie je ook dat er aardig wat amendementen zijn. Ze hebben allemaal dezelfde titel overigens, maar het zijn ook verschillende amendementen. Dat zit zo in de Tweede Kamer even werken met het overwaarde. Ja, dus de bedragen op zich zeggen, zijn zo groot dat het goed voor mensen te weten waar de verschillen zijn. Het gaat natuurlijk om miljarden, maar dat betekent niet dat alleen miljarden interessant zijn. Ja, oké, dankjewel. En daarom ook geen kant van Europe natuurlijk, want Puk is gewoon in het ertoe submit. Puk heeft een hele mooie visualisatie gemaakt. Even kijken, hij moet even opnieuw starten. En dat begint heel vroeger, met een overzicht van de wetten die we toen hadden en de relaties die er tussen die wetten waren. Mm. En wat je eigenlijk ziet, is dat in de loop der tijd het aantal wetten toeneemt. Daarmee wordt de boel ook wat stroperig. En je zult straks iets heel leuks zien na de jaren 80. Want wat zijn die wetten toch een complexe shit, hè? Of ligt dat aan mij? Maak het niet overdreven complex. Je krijgt ook met allemaal van die mooie API's om die wettendata bij elkaar te zoeken en te kijken of we daar iets moois mee kunnen presenteren. Wij zijn vanochtend pas in die API's gaan kijken. Ik weet niet, wie hier zijn nog meer pas vanochtend allerlei datadeurtjes gaan openen? Vonden jullie het geen rotzooi? Hebben jullie niet helemaal gek gezocht? En dan ook nog een aantal instanties wat publiceert over de data's en wat er in de staatscourant komt en wat niet en al die wetten en die complexiteit. Nou, wij hebben vooral het basiswettenbestand genomen om die wetten en die relaties uit elkaar te vogelen. Maar we zijn gedurende de hele dag bezig geweest om allerlei datasets te onderzoeken en aan elkaar te knopen en weer weg te gooien. En dit was het mooiste wat we aan jullie konden laten zien. Maar ons advies aan jullie is, ga echt eens werken aan die API's, want die mogen best wel met je hand doen. Complicated is iets anders dan complexity. Bedankt. Maar wat hadden jullie willen laten zien? We hebben vandaag 20 ideeën hebben vandaag in onze pet gepasseerd. Maar wij zijn heel sterk van aanpak van we gaan kijken in die data wat het is, hoe het in elkaar zit. En dan welke vragen we er eventueel mee kunnen beantwoorden. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar de kandidatenlijsten van allerlei raadsleden en bij welke partij ze 4 jaar geleden zaten en waar ze nu zitten en waar ze woonden en waar ze naartoe zouden zijn kunnen verhuizen. Maar daar kwamen we niet uit, dus dat hebben we weggegooid. En vervolgens zijn we gaan kijken naar die basiswetgestel en de complexiteit van de wet uit de raad. Dit was wat we snel konden bereiken. Dit spectaculaire entree geweldig geholpen, maar wij zijn Mark en Fabian. Ja, wij kwamen erachter dat al die grote getallen binnen de gemeente, dat die ontzettend moeilijk te bevatten zijn voor de normale mensen. En daar hebben wij geprobeerd om een oplossing voor te vinden. We hebben op basis van open data financiële inzichten in de gemeente. Dus we gaan bijvoorbeeld even kijken naar de gemeente Den Haag. En in plaats van de gebruiker te overspoelen, laten wij heel gefaseerd zien per domein hoeveel er nou uitgegeven wordt. En dit is wat er live in Den Haag uitgegeven wordt. En je kunt het ook in andere eenheden.
eenheden bekijken. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, hoe ziet het eruit in het aantal Boeing 747's? Of in het aantal koeien dat er uitgegeven wordt? Of als je dat heel leuk vindt, kun je ook zeggen, het aantal kamelen, als je dat mooi vindt. En als je hier naar rechts gaat, kun je ook alle andere domeinen bekijken. Zo proberen wij de mensen weer grip te geven op de financiële uitgaven van een gemeente. Dus ik woon in Den Haag. Dus wat wordt er nou, bijvoorbeeld, ik vind het heel vervelend hier rijden in Den Haag. Dus je komt de Haag niet door, op de Maurits-Kaan sta je uren stil. Dus er wordt ongetwijfeld heel weinig aan verkeer uitgegeven. Dus dat ga ik kijken en dan... Ja, dat klopt. Dan kun je hier even naar verkeer, dat is dat derde tapje. Nou, en hoeveel Boeing 747's zullen jullie per jaar bij de gemeente uitgeven? Nou, precies ongeveer één, denk ik, dat het afgerond is, hoor. Ik kan meenemen dan nog wel wat duidelijk, of koeien kan ook, bakjes koffie. En hou ik van, bakjes koffie, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Heel leuk. Integratie en netwerkanalyse. Dus ik dacht, ik ga het gewoon weer eens doen vandaag. Ik heb gekeken naar de topsectoren. De volgende innovatie, je beeld doet dat het is, die ook nog op de heren van het ministerie van Economische Zaken werd benoemd eerder. Dus graag even praten dadelijk jongens, leuke data. Ik heb gekeken naar de verbanden, dus de netwerken die we kunnen vinden precies in die data. De bedrijven die samenwerken, de onderwerpen die we zien en de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Ik heb mijn energie enkel kunnen steken in de topsector energie. Er zijn er 9 waar we heel goed in zijn, maar ik heb alleen naar energie kunnen kijken vandaag. Sector energie, klikken we op. Laat data, flat. Zien we wat grafiekjes hier aan de rechterkant. De bedrijven die de meeste projecten hebben en de projecten die het hoogste budget hebben. Stel, we gaan dus een beetje naar kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat ECN in Petten veel projecten heeft. We zien TNO, we zien Technische Universiteit Delft. Stel, we gaan eens kijken naar zonne-energie, binnen de topsector energie. Al in het Engels, al die projecten, vind ik even in solar. Gooien we alle projecten op het scherm. En dan zien we een netwerk vormen van de bedrijven, de universiteiten, de instituten en de projecten die met elkaar samenwerken binnen deze context, binnen de context van solar. En ook inclusief natuurlijk de bedragen. Dus we zien hier in totaal een bedrag van een kleine 72 miljoen. En als we klikken op een project bijvoorbeeld, eens kijken wat we hier hebben. Infrastructuur, 705.000. En dat was het. Mag ik een vraag stellen? Ja, zeker. En dan klikken we op en dan? Dat is voor de burger interessant en ook voor overheidsorganisaties en voor bedrijven. Want je kunt zien wat projectconsortia zijn, welke bedrijven met elkaar samenwerken, binnen welke onderwerpen dat is. Je kunt partners zoeken voor bepaalde onderwerpen binnen bepaalde geografieën. Je kunt kijken naar de budgetten, je zou kunnen, ik zit er niet in, maar je kunt filteren op bepaalde bedragen. Het gaat echt om een soort van marktanalyse eigenlijk. Het zoeken van mensen en bedrijven binnen de markt. Ja, oké, dankjewel. Mijn vraag. Maar het gaat niet per se om subsidies, toch? Sorry? Het gaat niet per se om subsidies. Het zijn alle geldbedragen en budgetten die in de volgende innovatie topsector data van de FVO staan. Dus het gaat ook om subsidies binnen de topsector. Daar sta ik zelf nog steeds wel achter. Ik volg haar nu ook via Facebook. En dan zie ik dat zij in het buitenland veel contacten legt en goed bezig is. Maar ik weet niet zeker wat zij nu in de Tweede Kamer aan het doen is eigenlijk. Of ze er überhaupt al ooit komt. Dus daar ben ik wel in geïnteresseerd, zeker als ik over 4 jaar weer moet gaan stemmen. Heb ik dan wel de juiste persoon gestemd die mijn belangen best behartigd heeft? Dus onze app, die gaat daarin voorzien. Je kan hier de Tweede Kamerleden vinden. We hebben nu in ons werkend prototype de lijsttrekkers toegevoegd. Als je van een lijsttrekker de detailpagina opent, dan zie je daar van welke partij dat die is. En wat het stemgedrag van die partij is. We hebben hiervoor de Tweede Kamer API aangesproken en een dataset over het stemgedrag van partijen. We hadden vanochtend echt een super ambitieus idee waarbij we ook de begroting en tenderletters er allemaal eraan gingen hangen om ook te laten zien waar dat de budgetten naartoe gaan en waar daadwerkelijk het geld aan besteed wordt. Nou, dat hadden we heel graag ook allemaal nog toegevoegd, maar tegen een uur of 3 dachten van nou oké, even beperken. Het gewoon deze features zijn. Oh, en de persoonlijke Twitter-feeds van deze mensen, die kunnen we er ook bij zetten. Dus dan zie je, oh, en de, wat ze tijdens de verkiezingen allemaal gezegd hebben, het partijprogramma. Als je dat bij elkaar zet, dan heb je de woorden van de mensen
en de daden van de mensen tegenover elkaar staan. En dan weet ik over 4 jaar, heb ik het juist gedaan en moet ik nog een keer aan deze mevrouw staan. Sorry Reinoud. Reinoud ging nog technische dingen zeggen. Ik wilde inderdaad vragen welke databronnen zijn er onder andere gebruikt. Ja, we hebben de 2 camera's gebruikt in eerste instantie en nu dus ook het stemgedrag. Die hebben ook geraadpleegd en die is gekoppeld. De partijen, de fracties aan de personen. En dat zouden we dus ook inderdaad een grote kunnen doen. Je hebt een beperkt aantal mannen in de reductie. Waar ik begin? Elke 4 jaar zijn er dus Tweede Kamerverkiezingen. Al wat ik dan doe heel netjes, dan ga ik naar stembaar site toe. Doe ik misschien 2 keer, vul ik even al die informatie in en dan weet ik voor wie ik moet stemmen. Dat kost ongeveer 30 minuten en de rest van de 4 jaar, of 2 miljoen minuten, doe ik eigenlijk heel weinig. Dus we zochten eigenlijk een manier waar ik of andere mensen gewoon betrokken konden blijven bij de Tweede Kamer. En voornamelijk ook de moties die voorbij gaan door de Tweede Kamer. Dus we hebben hier een soort feed of livestream van de moties die voorbij gaan in de Tweede Kamer, gebaseerd op mijn interesse, gebaseerd op wat de categorie is, op partijen of kamerleden. En zeg maar, kijk, daarbij die nu met die soort Tinder-hot dingen zien, dat is dus een trending kamerdinges, dus die moet ik speciaal volgen, ook is het eigenlijk niet in mijn voorkeuren. Vind ik iets niet interessant, dan is het weg. Dan weet de algoritme misschien meteen de volgende keer, ja, dat interesseert me helemaal niet. Maar het idee natuurlijk is dat ik gewoon betrokken blijf. Dus wat betekent dat? Ik wil ook gaan stemmen. En ik wil gaan stemmen om te kijken of waar ik voor sta, mijn partijen ook voor staan. Dus ik klik zeg maar op een motie. Ga ik even zo lezen, ja, waar gaat het nou over? En ben ik er nou voor of tegen? Dus dan klik ik op voor of dan klik ik op tegen. En laat meteen zien welke andere partijen ook zo hebben gekozen. En het idee daarvan is na 1 jaar, na 2 jaar, na 3 jaar, dan heb ik zelf een beter overzicht of de partijen of de Kamerleden waarvoor ik heb gestemd eigenlijk ook dezelfde normen en waarden hebben waar ik voor sta. En dezelfde idee is dat de partijleden dan ook zelf een beter idee hebben of ze wel stemmen op de juiste dingen, wat hun achterban verwacht. Dankjewel. Ja, helder. Dus dan... Want dan denken wij ook meer na, meer van wat hebben mensen die op mij gestemd hebben, wat zouden die dan vinden. En denk je dat we dan anders omgaan met fractiediscipline? Hopelijk wel. Maar ik denk ook qua stemgedrag voor jezelf, dat je ook misschien op andere partijen of andere Kamerleden gaat stemmen, omdat je denkt eigenlijk ja, ik stem altijd op deze 2 partijen, maar eigenlijk als ik kijk naar 4 jaar tijd, is het toch een andere partij die meer voor mij spreekt dan anderen. Met op basis van de onderwerpen die jij belangrijk vindt. Precies, ja, okay. En die trending topics en andere dingen. Dus hopelijk geeft hij wel een andere manier om te zetten. Dankjewel.